Gummitsen! Oké, dit zijn dus allemaal hyacinten. Thumbnail! Denk als je ooit een orgasme hebt gefaked. Nee, bro. Dag YouTube! Hallo! En welkom terug bij een nieuwe video. Ja. Yeah. We zijn al sportief bezig. Precies op vakantie in Corsica, zo die wandelingen zo. Want een dag is geen dag. Zonder mat is de mitsen. Die gaat sporten. En vandaag heb ik begrepen dat we eerst naar de Highlanders gaan. Oeh. Which are koeien. Big cows. Dan gaan we bloemetjes gaan zien. Ja, zo, die zijn echt wel famous hoor, die bloemetjes. Ja, we gaan al een voorproefje geven. Ja. Ik weet dat je allemaal staat te popelen om het te zien. Maar dan weilanden vol. En echt, dat is echt mensen van heel België komen er naar kijken. Hè? Dat is echt bekend hoor. Ja, het is dus afgesloten. Maar een dag is geen dag, want ze mitsen die niet door een afgesloten plek gaan. Hè? Geen koetjes vandaag. Jammer, maar helaas. Schuin hè. Ik praat van de vogels. En ben je Mockingjay aan het nadoen? Kijk hoe leuk. Trapjes doorheen het bos. Ja, wat vind je leuker? Dit is Corsica. Ja. Oké, we zijn eens aangekomen aan zo'n parcours. Dus super leuk, gaan we even doen. Oh wacht, nee, ik mocht je gordel in raken, hè? Dan pakken de haaien nu. Oei. Tak naar tak. Ja, ik heb ook gewoon met die rijden. Hoe zelf? Je moet zo voet naar voet gaan. Oh, maar hoe ga ik je daar naartoe? Ja, die is moeilijk, hè? Daar ben ik ook opgevallen. Ja, mitsen, doe je goed. Ik kan je wel zeggen, nu, als je nu valt, ben je wel gewoon nat. Ja. Goed, mitsen! Goed bezig hoor. Ik kan hier opeens een krokodil zo. Ja, nice. Zijn gespot. Kijk eens. Give it to me. I got this. I got this. Wow. En welke bloemen waren dat? Hyacinten. 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 Oké, dit zijn dus allemaal hyacinten. En mensen komen hier van over heel de wereld om die hyacinten te zien. Deze bloemetjes, als je dat zo ziet, zo, dat is een tapijtje daarboven. Zo. Maar het is mooier in het echt, dus joh. Ah, dat gaat wel weer voor een swimming experience. Yeah. Oh. Oké, we zijn aangekomen bij de Highlanders. Laten we even een kleine zoom doen. Met de horens. Ja, ik heb geen grote lens, dus dat was het. Maar jij bent ook wel een mooie Highlander. Thanks. Hallo, dag YouTube! Thumbnail! Dat pakje dat je aan hebt, doet me echt denken aan het pakje dat Fiona aan heeft bij Shrek. Ja, zie je dames en heren? En dan met ze. Maar... Voor de rest gaan we een beetje met Tommy aaien, want daarna is het gymtime. Want! En dag is je nacht. Zal er wat zijn met ze? Hebben we dat vandaag al gezegd? Ja. Allee, maak je zin nu af. Ik ben het al vergeten. Gaan sporten. Ja, wat ligt hier zo mooi als een tijgertje te slapen? Is dat jouw workout? Toon het eens aan de mensen. Wauw, mitsen. Doe je dat goed, zeg. En Nee, ik wil een huis laten zien aan u dat we ooit zijn gaan bezoeken, mijn familie. En ik vond dat zo'n mooi huis, dat was zo... Ik weet, het is echt mijn stijl, dus ik wil het even laten zien als mijn future wife, snap je? Ah ja, dat is en wel mooi. En dat was hier zo'n neerhoek. Dat was een heel mooi huis, ik vond dat... Ik was echt zo fan, want dat had ook zo... Een heel mooie grote tuin, zo, dat je zo... Ja, als kind toen, ik weet niet, ik was misschien 14 of zo. En deze ook, dit is een heel groot huis. Ah ja. Kijk hoe nice, je ziet zo op de straat zo. Je rijdt er echt zo op. En zo. Ja, dat is zo echt zo... Je bent Amerikaans, nee, Barbie huis. Ik ging zeggen Barbie huis. Ja, maar ook Amerikaans inderdaad. Is dat mooi? Ja. Ik vind dat wel mooi. Ik vind het wel cute, dat wel. Behalve die pieken vind ik iets minder. Maar, ja. Ons toekomstig huis. Als je hard werkt, dan kun je je eigen huis kiezen. We zijn terug van de fitness en Matt is ondertussen aan het douchen, want... En ik ben even nog aan het genieten van de zon, want blijkbaar wordt het morgen ook terug slecht weer. Oh, dat kan zo goed doen, zo in het zonnetje buiten zitten zo. We hebben gedacht, wat gaan we weer doen vandaag? Drink als je ooit... Pop. ...hebt gedaan of zo. Ik was niet op de hoogte van dit plan, dus Matthias heeft blijkbaar wat vragen opgezocht. Heb je ooit aan tenen gezogen? Tenen? Tenen gezogen. Tenen gezogen? Sommige mensen hebben een voetfetisch, hè?
Maar ik heb sowieso al alles bij mijn eigen tenen. Niet eraan. Oh, wacht. Wat? Nee, niet zo. Maar niet gezogen, maar zo bijvoorbeeld dat je voor Giro moest lekken aan je teen of zo. Heb je ooit aan vingers gezogen? Maar zeg, was dat met dat zuigen aan van dingen? Zeg, aan hoeveel. Je blijft maar drinken. Ja, vroeger was ik blij met dat je duim zuigen. Ja. Deze is alleen voor u. Drink als je denkt dat Matthias een grote heeft. Jij hebt die vraag opgesteld. Je moet helemaal leeg. Dat was het. Ik dacht dat jij ook ging drinken voor u, voor die vorige vraag. Drink als je denkt dat Matthias een grote heeft. Drink als je ooit een orgasme hebt gefaked. Ik weet niet hoe ik dat moet faken, maar... Nee, bro. What the fuck? Maar ik zeg het niet bij u. Drink als je ooit dacht om aan de vrienden van persoon iets leuks mee te doen. Denken? Ja. Maar wie is de vraag? Volgende vraag. Hier hebben we het erna nog over. Maar denken, ik denk dat als je iemand ontmoet van vrienden, dat je altijd wel denkt. Niet per se dat je dat wilt, maar dat je dat ooit wel in je gedachten wilt. Wat probeer jij te zeggen? Sorry. Drink als je ooit het bericht van een ander hebt gelezen zonder dat hij het weet. Echt? Je laat je gsm overal ontstaan. Van mij? Wanneer? Ik ben curieus van je. What's happening? Jij ook toch? Ja. Wanneer? Maar waarom? Sommigen wel, dat is niet, maar dat is niet. Maar het is wel eerlijk gezegd, het is niet omdat ik iets verwacht. Ik ben echt niet zo special. Ik ben wel vaak, als ik dan zoals ga scrollen, dan weet ik wel dat er niks gaat tussen staan. Maar ik ben gewoon soms benieuwd van wie dat er zo'n berichtjes naar u stuurt. Maar ook al is dat gewoon niks. Ook al is dat bijvoorbeeld je moeder gewoon, hè. Allee, of wat dat zij zo sturen. Zo snap je, ik ben gewoon benieuwd wat mensen naar u sturen. Van mij mag je dat. Ik ben een loyale jongen. Ja, maar vaak doen we dat ook als we samen zijn. Misschien moeten we dat eens doen, in elkaars gsm kijken. Drink als je dat ooit zou uitmaken. Fuck. Elke relatie heeft een up and downs. Maar ja, ik heb echt wel eens gewoon gedacht van, damn. Er was ooit, bij mij was ooit een periode vlak voordat jij naar Thailand ging voor 2 weken. En die 2 weken dat je weg was, heeft echt onze relatie een beetje gesaved. Want daarvoor, ja. We waren ook toen te vaak bij elkaar, maar toen op een slechte manier. Zo in een klein kot toen, op onze studio toen. En ja, toen was het gewoon wat minder. En toen is hij 2 weken weggegaan, toen hebben we eigenlijk zo allebei zo onze tijd voor onszelf kunnen nemen. En hebben we zo allebei een beetje beseft dat we elkaar toch wel ja, graag zien in dit en dat. Dat was inderdaad een heel goed idee. Soms, als het niet meer gaat, moet je gewoon zeggen van ik ga even, we gaan even afstand houden en dan opeens gaat het beter. Dan weet je pas dus dan weet je wat je mist. Ja, dan weet je hoe het is om niet bij haar te staan. Ja. Maar het is al eens heel slecht geweest. Dus we kunnen dat gewoon zeggen en dat is normaal. Ja, en dat was niet opeens heel. Het is niet dat wij vaak ruzie, maar ik denk dat wij elkaar zo gewoon even een beetje beuwen. Drink als je ooit hebt gedacht aan vreemd gaan. Ga je drinken? Ga jij drinken? Ik ga niet drinken. Oké, samen. 3, 2. Dank je, YouTube, zeg je dat. Maar echt nooit vreemd gaan, maar ik denk dat in elke relatie iedereen. Maar dat is logisch, hè. Als je altijd hetzelfde speelgoed hebt, wil je een keer een ander speelgoed spelen, hè. Maar er is een verschil tussen denken en doen, snap je? Volgende keer als ik ergens toe ga pakken mijn gsm mee, dat je niet mijn gsm kan kijken. Je hebt gewoon dingen geleerd, dat is. De volgende keer dat ik een vriendin meepak, dan ga ik je goed in de oog houden. Maar voor de rest, ja, alles goed tussen mannen, toch? Want straks gaan ze zich al zorgen maken. Dat was het! Tadaa! Wacht! Ik wil nog iets zeggen, want nu heb jij vragen. Yeah. Maar misschien kunnen we volgende keer dat we vragen dat we drinken van, met vragen van bekijkers. Ja, volgende keer misschien dat jullie vragen stellen aan ons. Drink als je ooit en dan moeten jullie dus iets verzinnen. Drop even jullie beste vraag voor ons en dan beantwoorden we die. En even tussendoor, vergeet dan niet te liken deze video en te abonneren als je nog niet bent. Want sowieso. Ik denk heb je dat niet gedaan? 84 of 85. Abonneer even, kom aan. 85% nog altijd niet geabonneerd die dat kijken, dus... We zien dat je kijkt. Abonneer me even. Ja. I'm watching you, hè. We moeten nog de comment van de dag doen, maar we gaan er zelf meerdere doen. Omdat ze heel, heel leuk zijn. Er zijn wel meerdere leuk. Onze laatste video, zus. Met de zus, ja. Want iemand zegt dat uw lach en Malou's lach echt exact hetzelfde is. Dat heb ik wel echt nog nooit gehoord. Nee, van lach
Ik ga er nu wel op letten, want het kan wel zijn dat er waar is. Lol, wat is dat met jullie en mijn honden? Het is nu al de vierde video dat ik zie dat er een vreemde hond op jullie pad komt. Dat is echt gek. Misschien is het een teken dat jullie een hondje moeten nemen. Ja, ik zou heel graag willen, maar we zijn gewoon zo. Het is geen teken, maar het is wel waar de laatste dagen gewoon echt gewoon... In Corsica, overal gewoon. Ook twee van jullie kanaal goed echt snel. Jullie gaan langzamerhand de 100k halen. Dus... Jullie geloven echt wel in ons, dat is wel echt lief. Zeer mooie comment. Ook sommigen dat niet wisten dat je een zus had. Ik heb ook mijn eerste haatcomment gekregen op mijn Insta-post. Volg mij op Insta, had niet zo. Nee, het was niet echt, ik denk dat het niet gemeen bedoeld is, maar het is echt gewoon... van die benen. Ik had dus foto's gepost in Parijs nog. Ja, dat is al een tijdje geleden, maar ik ben heel traag. En er is ook op één foto mijn benen te zien. En ik ben heel tevreden momenteel over mijn fysiek. Ik doe minder krachttraining, iets meer duursport. Maar ik ben er prima. Je bent wel fijner gebouwd, zo ik ben atletischer. Fijn. Ja, ik ben iets fijner. En iemand zegt dus, jammer dat je benen niet meer in top shape zijn. Lijken wel Lucifer Houtjes op de foto vergeleken met foto's van 2021. En hij heeft gelijk, maar waarom? Ik vind het zo wat erg, zo hoe dat hij het zegt van, jammer dat je benen niet meer in top shape zijn. Want uiteindelijk kiest iedereen hoe dat je er zelf voor uitziet. Ja, dat zou niet zeggen als je benen niet breed zijn, dat je benen niet in top shape zijn. Want dat zijn gewoon andere spieren dat je eigenlijk traint. Bij deze gaan we deze prachtige vlog alweer gezellig afsluiten. Niet getreurd, we zien elkaar morgen terug voor een nieuwe vlog om 5 uur. Morgen X on the Beach, aflevering 2, reactie. Ik ben er zeker van dat het weer spicy gaat worden. Ja, aan al jullie wel of niet Lucifer Poortje, we zien jullie allemaal even graag. Tot morgen om 5 uur. En dan zeggen wij, Matthias en Mitze, out.